Deze nieuwsuitzending die gaat over een heel irritant onderwerp. En ik zal proberen om mezelf in te houden en niet te klagen over het feit dat ik ben beroofd van 30, 40, 50.000 euro. Ja, je moet je verlies nemen. Per slotverrekening, dat geld had ik zelf verdiend. Dus. En nu heeft een ander heeft dat. Ik heb het over de verplichte volksgezondheidsverzekering. Kijk, mijn hele geschiedenis met die lui behelst in het kort. Ik ben geboren met een lui oog of zo. Ik heb een oogafwijking. En ik ben daarvoor geopereerd. En dus twee keer totaal mislukt en de derde keer was aardig. En vanaf dat moment zag ik dubbel. En daar kreeg ik vervolgens rugklachten van. Dus als je dubbel ziet, dan heb je niet zo goed dat evenwicht. En dan ga je de godganse tijd vanuit je rug. Ja, dat is allemaal niet zo leuk. Die operatie, die had niet gehoeven. Ze hadden tegen mij moeten zeggen. Maar ja, we kunnen wel je ogen recht gaan zetten. Maar dat is een paar keer proberen hoor. En daarna heb je de rugklachten. En je kan ook niet meer diepte zien. Dat kon ik ook niet meer. Hè? Leuk is dat. Nou, als ze dat verteld hadden. Van, je ogen die worden rechtgezet. Dan ben je aantrekkelijk voor het vrouwelijk schoon. Ik snap die combinatie van die twee woorden niet, met vrouwen en schoon. Maar dan heb je een beetje kans op de vrouwenmarkt, dan kan je lekker vernacheld worden. grapje. Ja. Maar de consequenties zijn wel dat je geen diepte meer kan zien. En de kans op dat je andere lichamelijke problemen krijgt, doordat je geen goed beeld meer hebt van de werkelijkheid. Dat is, die zijn aanzienlijk. Dus, even een handtekening zetten. En, Had ik gezegd, nee, flikker op. Ja, dat werd mij niet verteld. Ik ben nog teruggegaan naar die arts die mij geopereerd had. 3 keren. Want de eerste keer was niet genoeg, dus was ik nog steeds loens. En de tweede keer, dat was overdadig. Dus stond ik naar buiten te kijken met mijn oog. Dat ziet er ook heel gek uit. En dan de derde keer was dan, had ik gezegd van, dat lukt wel. En ik dan die man terug en ik zeg, jij hebt lekker aan mijn ogen lopen frotten. Dat is geen geintje. En dan snijden ze dus dat oogvlies snijden ze door. En dan gaan ze op zoek naar die oogspiertjes en die worden verplaatst. Godverdomme. Maar wat een smerige bezigheid is dat, zeg. En ik zei tegen die man, ik zie dubbel. En hij begint zo te grinniken. Dan zeggen we, die kans, die zit erin. Dan denk ik, lul, dat had je hem ook van tevoren mogen vertellen. Dus allerlei mensen in mijn omgeving, die konden lekker naar de 3D-film of zo, met zo'n 3D-bril. Ja, ik zie helemaal niks. Even tussendoor. Oké, dat is klaar. Het heeft wel een hoop geld gekost, dat snap ik wel. Maar was ik op de hoogte gesteld van de consequenties, dan had ik dat niet laten doen. No way. Dan maar loonsen. Niet aan je ogen lopen frotten. Met risico op. Dat was mijn eerste grote confrontatie. De benodigde tandartsmeuk natuurlijk. Die hebben mijn gebit behoorlijk vernacheld. Zou ik net doen. Vooral die orthodontist. En mijn moeder die vond dan dat mijn voortanden die stonden te ver naar voren. En mijn kaak was een beetje naar achteren. Maar het heeft allemaal spiegische oorzaken natuurlijk. Dus
Ik moest even verbeterd worden. Ja, dat ging wel ten koste van een aantal kiezen. En jaren later, toen kreeg ik een ontsteking aan mijn lymfeklieren in mijn keel. Die heet een keelangina. Dat doet een pijn, jongen. En een koorts. Zo, de netter. Dus ik raakte helemaal in een delirium. Koortseilen heet dat. Ik zag het echt niet meer normaal in, hoor. Ik wist nog de telefoon te bereiken. Ik woonde toen op zo'n studentenflat met een gezamenlijke telefoon. Zo'n vaste lijn. Een dokter gebeld. Die zei, joh, nou, als je zoveel koorts hebt, dan kom maar langs. Ik denk, wat zijn dit nou weer van tijden? Ik heb 41 graden Celsius koorts. En de dokter komt niet eens langs. Nee, ik moet bij die dokter langs. Oh, oké. Okay. Dus ik heb heel veel kleren aangedaan en een sjaal om en een warme jas, dikke sokken. En ik naar buiten toe en op zoek naar mijn fiets. En dan fietsen naar de dokter. En dan kreeg ik antibioticum. En die man zei nog heel goedmoedig van, nou, maak je geen zorgen. Dit is een instapmodel. Dus niet van die high-tech. Als je die... Er zit een risico aan. Wisten jullie dat trouwens? Dat antibioticum slikken, dat is risicovol? Nee, Perry, dat is niet waar. Want antibioticum is alleen maar giftig voor die ene bacterie die loopt vervelend te doen. Nee, antibioticum is giftig. Toxisch. Kan je mooi in kapot gaan, jongen. Er is een vrouw. MacTaggert. Lynn. L-Y-N-N. MacTaggert. Die heeft zo'n boek geschreven. Wat artsen je niet vertellen. Ook iets over AIDS. Het blijkt dat wanneer homoseksuele mannen die dan een HIV-infectie krijgen, die hebben bovenmatig antibiotica geslikt vanwege geslachtsziektes. Ze zijn promiscuur, anale seks, ongelooflijk stom. Dat zouden ze nou op het onderwijs moeten vertellen. Dat je niet je leuter moet stoppen in de eerste beste vreemde zijn achtergat. Het is erg gevaarlijk. Ook voor jou. Maar ook voor diegene met dat achtergat. Iets te maken met de bouw van je lichaam. Snap je? Als je dan toch zo graag sperma in je lichaam wil en je hebt geen voorgat, ja, doe het dan in je mond. En dan slik je lekker door en dat komt in een bad met zoutzuur en daarna gaat het de 12-vingerige darm in. Dat bloed neemt natuurlijk de proteïne en al die meuk op. En dan gaat al dat bloed eerst langs de lever. En de lever gaat even, dit wil, dat niet, zus en zo. Maar ja, als jij je leuter stopt in een ander man zijn achtergat, dan wordt die rotzooi ook opgenomen door het bloed. Maar dat gaat niet langs de lever. Vandaar ook de geniale uitvinding dat de ultieme pijnstiller, dat is een Z-pil. En als je me niet gelooft, dan moet je voor de gein een keer doen. Dan doe je een trechter in je reet en dan laat je daar 2 borrels in schenken. Even kijken hoe snel jij dronken wordt. Nou, dat is sneller dan dat je 2 borrels in je mik gooit, snap je? En langduriger, denk ik ook. Met hasjes zelf, hoor. Gewoon een lekkere, mooie, soepele hasje. Eventueel een beetje opgewarmd. Een beetje olie erbij. Maak je daar zo'n puntje van.
Gewoon een tientje hash. Niet zeuren, gewoon een tientje hash. In een konus, zei hij dat. Een puntje aan de bovenkant en een brede onderkant. En dan schuif je als een Apollo 13 in de anus. En dan even knijpen. En dan afwachten wat er gebeurt. Je wordt stoned, jongen. Ja, vind je het gek? Want dat bloed, dat stroomt wel langs de endeldarm, maar gaat niet eerst langs de lever. Nou, heb ik weer even gratis biologieles gegeven. Dat scheelt je weer een hoop dokterskosten. En Lynn McTaggart, die heeft erbij stilgestaan dat zoiets als AIDS, dat te maken heeft met overmatig antibioticum gebruik. Supergevaarlijk. Nou, ik heb eens zo'n ronde gedaan, toen was ik 23 of zo, 21. En die man zei nog, ja, denk erom dat je alles afmaakt, want... Nou, en inderdaad, na 2 dagen of zo, dacht ik, wonderpil. Lekker koffie drinken, ik rookte toen drumtabak. Lekker drumtabak roken, nog een beetje koffie erbij. Nou, dan krijg je toch een beetje honger uiteindelijk. Alles was weer goed. Dan heb ik die hele kuur afgemaakt. Echt al die pillen, net als eerste beste vrouw, alle pillen van de pillenstrip in mijn mik gestopt. Keurig op het juiste moment. Nou, dat ging 3 maanden lang goed. Want toen zat ik op vakantie in Zuid-Frankrijk. En ja hoor, daar was ik weer terug. Dus voor mij geen antibiotica meer flikkeren. En daar in Zuid-Frankrijk, we zaten op een camping, met Els was dat samen, een katholiek meisje. En een katholieke familie, uit Eindhoven. En die was boos, jongen. Ja, we zitten hier op vakantie en dan ga jij een beetje je keelangina terugkrijgen. Nou heb ik er geen zin meer in, maar ik kan nergens naartoe, want jij kan helemaal niet eens meer lopen. Nee, dat kon ik ook niet. 40 graden koorts, 41 graden koorts, man, je bent zo duizelig als een konijn. Zij zag er weinig. En ik weigerde om naar een dokter te gaan, want zo goed is mijn Frans niet. En ik wilde ook geen... Nee, man. Nou, dat heeft me 3 dagen gekost daarin. Wat was dat? In de buurt van Montpellier. Een leuke camping. Camping municipal. Een gemeentecamping. Bij een meer. Was dat toch? Ah, zoiets. Dat was wel gein. Ja, na die 3 dagen, zijn we, oh. En toen stond meneer weer op, hè, meneer Periwinkel. Ik heb wel weer zin in koffie. En in Frankrijk, daar was ik heel stellig in. Nou. In Frankrijk rook je geen drumtabak. In Nederland rook je geen Samson. Want ik was heel strikt in mijn tabaksgebruik. Alleen maar drum. Maar in Frankrijk doe je dat niet. Dat is een belediging voor de Fransen. In Frankrijk rook je Gauloise sigaretten. En die kostte toen 1,10 gulden. Ja, dat geloof je niet, hè? Dat is 40 eurocent. Dan heb je 20 sigaretten. Nou, dan zat ik wel lekker 's morgens met haar ergens langs een weggetje waar een stom restaurantje was met een half terrasje. En dan van die grote kommen koffie met café au lait. Wel lekker zo'n Gauloise erbij. Dan heb je die koffie op en die Gauloise zit erin. En dan nog een Gauloise en dan denk je, oeps. Time to go to the bathroom. En lekker schijten. En wat gaan we vandaag doen? Zij weer blij. Dan heb ik ook nooit meer die keelangina teruggekregen. Helemaal niet. Stomme antibiotica. Die arts zou tegen mij moeten zeggen van nou, het is niet dodelijk wat je hebt. Hou jezelf warm, probeer wat te drinken. Ja, that's it. Ja. Gordijnen half dicht. Ja, je kan niet slikken, hè? Zo'n moment. Het doet pijn, man, als je dan slikt. Ja, er moet wel wat in. Anders krijg je uitdroging. Misschien iets met suiker en zout. Ja, kippenbouillon. Kippenbouillon met suiker. Dat
kippenbouillon, schepje zout erbij, schepje suiker erbij. En dan... Dat is alles. In mijn geval, denk ik dan. Hè? Want die tweede aanval van Kelangina, die heb ik helemaal zonder medicatie overleefd. En wel die 40 graden koorts gehad. Nou, daarna had ik een keer last van slapeloosheid. En toen kreeg ik een strip met slaaptabletten. Nou, daar heb je ook geen kut aan. Weliswaar val je dan 's avonds binnen nood aan. En dan 's morgens vroeg, dan word je doodmoe wakker. Jezus. Ik heb al die pillen opgenomen hoor. Maar ik ben niet gegaan voor een tweede ronde, want dat helpt geen donder. Ja, je valt in slaap, maar je wordt 's morgens doodmoe wakker. Dan kan je net zo goed de hele nacht wakker blijven. Laten we eerlijk zijn. Ja, maar als ik zo'n slaappil neem, dan hoef ik die 8 uur niet mee te maken. Hoor je wat je zelf zegt? Want jij kan niet slapen. Nou, dan ben je dus nog steeds aanwezig. Hè? Ja, je kan ook gaan macrameën. Ja. Of je teennagels gaan knippen. Of wat andere dingen doen, weet ik veel. Ja, midden in de nacht mag je niet te veel herrie maken, dus je kan niet gaan stofzuigen, maar dan ga je een boekje lezen of zo. Een boze brief schrijven aan je oom Hendrik. Beste Hendrik, ik pik het niet meer. Ja, maar dan is het 's morgens 7 uur en dan ben ik doodmoe. Ja, maar als je een slaappil neemt, dan word je 's morgens om 7 uur ook uiteindelijk wakker en dan ben je ook doodmoe. Dus, alleen heb je dan zo'n knetter in je kop. Stomme slaappillen. Ja, die heb ik gekregen en ik heb in goed vertrouwen heb ik die dingen geslikt. En inderdaad, ze werken als een tierenlier. Maar slaan nergens op. Punt. Overbodige medicatie, heur. En er zit dan allemaal gratis mee verzekerd in je verplichte gezondheidskostenverzekering. Dus, je moet verplicht betalen voor het consumeren van absolute lulkoekerij aan medicatie. En een geld dat het gekost heeft. Oh, 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 oh. Ik heb het afgeknepen hoor. Ik was het mooi schoon zat. Dus ik heb de meeste, ja, die nog toegestaan is, want je moet verplicht betalen. Ik vind zelf 3 euro in de maand vind ik mooi genoeg. Ik betaal 5 euro in de maand voor SOS Kinderdorpen. Er worden allemaal kinderen mee geholpen. En dan betaal ik 3 euro in de maand voor mijn eigen. En dan vind ik het mooi klaar. Nee, ik moet 110 euro in de maand betalen. Dan mag jij je nog gaan afvragen. Nou, dat vind ik best goedkoop. Dat is helemaal niet goedkoop. Hoe kom je erbij? Ik betaal al die gezondheidsellende toestanden. Dan nemen we even aan vanaf het moment dat ik zelf ging verdienen. Want voor die tijd had ik een studiebeurs. Maar vanaf mijn 26e maak ik mijn eigen geld. Nou, ik ben nu 59. Nou, 59 min 26. Dat lijkt me 53. En dan 20 eraf. Dus 33 jaar lang. Laten we zeggen 30 jaar lang. Voor het makkelijk te rekenen te maken. En dan 110 euro per maand. Laten we voor het gemak zeggen dat dat 1500 euro per jaar is. Om het even makkelijk te houden qua rekenen. Dus 1500 euro per jaar keer 30 jaar. Dat is 15.000 keer 3. Dat is 45.000 euro.
En los daarvan werd ik ook nog geacht om een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Daar ben ik ook mee gekapt. Dus een tijd lang heb ik 300 euro in de maand betaald voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dat doe ik ook niet meer. Al heel veel jaren niet meer, hoor. Totaal klaar mee. En toen kreeg ik een vrat. Dat was echt vervelend. Dat was klote. Op mijn linkerhiel. Bij mijn Achillespees. Oh, wat een naarling was dat, zeg. Die deed pijn. En die maakte mijn schoen kapot. En zo. En toen zei die arts tegen mij van oké, laat hem maar wegsnijden. Dat heb ik laten doen. Daar ben ik wel tevreden over. Dat hebben ze goed gedaan. Maar achteraf bezien heb ik daar een enorm risico meegenomen. Als dat misgegaan was, man. Want die vrat, die zat boven op mijn Achillespees. 1 millimeter te ver en je bent... mank. Die orthoschoenman. Want ik ging naar hem toe, want ik had pijn in mijn voeten. Ja, vind je het gek als je zo'n vrat hebt bij je Achillespees? Die man die zei ook tegen mij, ja, ik kan je wel orthopedisch schoeisel geven, maar als je die vrat niet oplost, dan heeft het geen enkele zin. En ik later naar hem terug, ik zei, hallo, daar ben ik weer. Nou, de vrat is weg. En die man zo, hoe? Ik zei, nou, die heb ik laten wegsnijden in het ziekenhuis. Hij zei, wat? Maar het is goed afgelopen. Maar als operatie van niks, hoor. Was even er naartoe. Kreeg je van die krukken, kreeg je mee om eruit te wandelen. En dan in de taxi. Maar die moest je zelf betalen. Nou, dat was het dan. Ja, een keertje lage rugpijn heb ik gehad. En toen moest ik op de een soort van ja, de therapie of zo. 20 minuten. 25 minuten. Werden de oefeningen even uitgelegd. Van nou, dit moet je oefenen elke dag. 25 minuten consult. Ah. En de allerlaatste keer bij de huisarts, dat was omdat ik het vermoeden had, een sterk vermoeden had, dat mijn dochter depressief was. Maar ja, dat zit niet mee verzekerd, hè? In de verplichte gezondheidsverzorgentjes, verzekeringetjes van de vrouwtjes, verzonnetjes. Nee, dat zit er niet in. Nee, laat die depressieve dochters maar wegrotten. Dan moeten die vaders maar voor gaan betalen. Dan heb ik 70 euro betaald aan Gerard Rotteveel. Geheel terecht, by the way. En dat is het. En dat hele geintje heeft mij 45.000 euro gekost. Plus nog die tijd dat ik daar voor de AOV, de arbeidsongeschiktheidsverzekering, 300 euro. Dat is zeg maar 3600 euro per jaar. Voor een jaartje of 10. Dat is ook 36.000. En voor wat? Waar blijft die poen? Ja, maar Piggy, jij bent heel erg gezond. En dan moet je niet zo moeilijk doen, want de gezonde mensen moeten betalen voor de zieke mensen. Waarom? Je mag best bij mij komen collecteren. Zeggen we, nou, we hebben allemaal zieke mensen. En we hebben dus, nou, in jouw geval, Perry, dus 45.000 euro. Plus die 30.000, dus bij elkaar 75.000 euro. We willen graag 75.000 euro van jou voor de zieke mensenverzorging. Ja, zeg dat dan. En dan zeg ik tegen jou, dat heb ik er niet voor over. Ja, maar jij bent zo gezond. Ja, doe dan precies zoals ik. Hè? Als je net zo gezond wil worden zoals ik, dan moet je precies zo doen zoals ik. Hè? Elke dag
goede check roken. En als je het niet kan betalen, dan koop je maar van die bugcheck. Rotzooi van alcohol drinken. En dan zorg ervoor dat je genoeg in huis hebt. En dan een beetje nootjes eten, en chips, en, ja, tomaatje af en toe is lekker. En, ja, mozzarella kaasje met een basilicumtje erbij. Een avocado. Ja, avocado. En eens in de week een stukje vis. Af en toe wat rauwe varkenslever. Dat is erg lekker. En doe ik dat toch? Het moet ergens aan liggen. Hoor, ik heb geen fiets. Is dat het? Dat je van fietsen zo... u fietst en dan krijg je toch van alles. Ja, stop dan met fietsen. Niet meer fietsen. Maar ik ben beroofd. 10.000 euro's. En waar is die poen gebleven? Mijn moeder, die is totaal dokterverslaafd. Dus een ziekenhuis in en ziekenhuis uit. Ja, daar betaal ik aan mee. Ja. Maar vind ik het leuk dat mijn moeder vergiftigd wordt? Helemaal niet. Mijn vader die had in het voorjaar van 2008 had hij vage klachten. Mijn vader die rookt ook en die drinkt geen bier, dronk. Hij heeft heel veel bier gedronken, maar hij was gestopt ermee. Wel koffie en tabak. En hij woonde op een boot. Best een leuke boot. We hebben hem verkocht na zijn dood. Het was een leuke boot. Hij woonde niet met een papegaai en een Jack Russell. Zo'n kefferbekkie. Een klein hondje. En die kreeg vage klachten. En hij naar de arts en die zei, joh, dat gaan we onderzoeken. Hebben ze mijn vader onderzocht en dat bleek, dat had hij lymfeklieren dinges, ruggenmerg, ellende, kanker. Zo, hoe weet je dat? Nou, dat was allemaal heel erg. Nou, dat was het helemaal niet. Mijn tante Irene, de oudste zus van mijn vader, die zei ook bij die diagnose, want dat klopt niet. Irene, ik mag haar Irene noemen, jullie noemen haar tante Irene, goed begrepen. Grapje. Irene, of Reen, zeggen we dan in de familie. Reen zei, dit klopt niet. Die heeft haar hele leven gewerkt in die medische allopathische industrie, die weet ook wel wat. Nou, dat was ook niet zo. En toen had hij dan ziekte van Crohn. Na nog weer zoveel onderzoek had hij ziekte van Crohn. Nou, dat klopte ook niet. Dat zei Irene ook gelijk al. Maar dat kan helemaal niet. En al die onderzoeken, mijn vader allemaal. De pliep over het openbaar vervoer. En aanwezig zijn bij het Academisch Medisch Centrum van Amsterdam. En dat geld dat het kost me. En mijn vader die voelde zich, de nazomer kwam eraan. En mijn vader had zoiets van, nou, ik voel me wel weer goed. Maar daar namen die klootzakken geen genoegen mee. Nee, natuurlijk niet. Ze hebben er eentje aan de haak en die gaan ze binnensleuren ook. Het heet maximaliseren van de bedrijfsopbrengst. Dus er moest nog even een foto gemaakt worden van zijn long gebeuren. En wat had mijn vader? Nou, die had een versclerotisering in zijn rechterlongtop. Aan je linkerkant heb je twee kwabben, want daar zit je hart. Ja, ik krijg weer gratis biologielessen. Maar aan de rechterkant heb je drie kwabben. En die bovenste kwab, dat is je zwakke punt. Dat is zo. Daar kan je niks aan doen. En daar zat een versclerotisering.
Dat is een verstening. Een mooi woord voor versclerotisering. Met een K is dat. Nee, je mag allebei, met een C en een K. Dus S-C-L of S-K-L. Dat is allebei correct. Jo, dat gaan we eruit snijden. Ja, toen kreeg mijn vader een infectie met een ziekenhuisbacterie. MRSA. En die mensen van het ziekenhuis Harderwijk, die hebben niet eens sorry gezegd. Bij het ziekenhuis Harderwijk, daar moeten ze een heel groot bord boven spijkeren met pas op. Hij die hier binnen gaat, dient te beschikken over een uitermate goede gezondheid. En laat je vooral niet snijden. Smerig ziekenhuis, man. En het geld dat het gekost heeft, jongen. Heeft mijn vader nog 3 weken op de intensive care unit gelegen. En ik vroeg nog aan die dienstdoende hoofdpersoon die dan naar huis gaat met 12.000 euro per maand. Hè? Maar heb je dat getest, dat weefsel? Of dat wel maligne was? Ja, dat hebben we getest. Ik zeg, en waarom niet van tevoren? Nou, er was geen tijd voor. Want het was een alarmerende situatie. Ik zeg, ja, maar nu ligt hij op de intensive care. Nu heb je toch alle mogelijkheden. Je hebt toch, ze hebben dat weefsel weggesneden. Nou dan heb je toch dat spul. En dan doe je dat op kweek. En dan ga je kijken of het maligne is. He, te weten kwaadaardig. En tante Irene was erbij en die vond het een hele terechte vraag. En die arts zei, oké, dan ga ik wel even kijken. En die kwam dan halverwege de gang. Die wilde niet eens de kamer binnenkomen waar Irene en ik zaten. Nee, hij vond het genoeg op 20 meter afstand. En hij riep zo, het was maligne hoor. Als je die man tegenkomt en je hebt een Stanley mes, snijst de ballen eraf. Nou, ik gooi het maar even uit, want mijn vader is daar vermoord. En daar moet ik dan die 10.000 euro's voor gaan lopen betalen. Flikker op. En dan weet ik wel dat er mensen zijn, wel Wout, de drummer van mijn band, die heeft iets met zijn neus. Het is iets met zijn neusgot of zo. Een soort van chronische ontsteking. Nou, die is geholpen. Maar dat had hij makkelijk zelf kunnen betalen. Wout staat iedere ochtend om 6 uur op en om 7 uur staat hij bang, bang, bang als bam, bam op de bouwsteiger. Ja, die maakt money in de maand. Die laat wel even een neusgotje repareren. Met een drain erin om die rotzooi eruit te halen. En hij had ook een liesbreuk. Ja. Maar dat kan Wout toch echt wel zelf betalen. En als Wout niet iedere ochtend om 6 uur was opgestaan om op 7 uur 's morgens bang, bang, bang op de bouwsteiger te doen en dan honderden kilo's per dag te gaan lopen sjouwen, dan had hij die hele liesbreuk niet opgelopen. Gewoon een bedrijfsongeval. Nee. Wout moet ook iedere maand betalen. Voor niks. Door in Thailand kan je je penis laten amputeren voor $600 of zo. Inclusief nabehandeling. Dan mag je 3 uur lang in de ondergaande zon met een kopje Thaise thee genieten van de nabehandeling. En dan word je geacht te gaan moven. Want de volgende man staat klaar om zijn penis te laten amputeren. En dan moet Wouter wel voor €300 een liesbreuk kunnen laten repareren. Als dat nou?
dat zoveel werk. Ja, het is een buikvlies. Er zat een, in je buik zitten spieren. En in dat spierweefsel zat een scheur. En daardoor stulpte er een stuk darm naar buiten. En dan gaat het pijn doen. Dat is niet leuk. Maar ja, dan moet je even die darm naar binnen duwen. En een heleboel aan elkaar naaien. Met varkensdarm. En dan doet alles het weer. Al die kosten. En ik ken ook iemand. En toen hij minder 20 was. Toen werd hij obese. En duchtig hoor. Het zette zich maar door. Hè? Zijn body mass index was sky high man. 100 kilo of nog meer. En dan kan je van mij zeggen dat ik maar 60 kilo weeg. Ja, je bent gelukkig of zo. Ja, maar 100 kilo is best veel hoor. En die kreeg eczeemproblemen op zijn schenen. Dat heb ik ook gehad hoor, eczeem. En dat kreeg ik van mijn antroposofische huisarts. Zo'n, ja, dat heb ik ook nog gehad, ja. Zo'n pot met kokosolie of weet ik veel wat dat was. Een hele zachte zalf. En die moet je niet over het gebied smeren met eczeem, maar die moet je ernaast smeren. Je geeft aandacht aan je lichaam daarmee. En baat het niet, dan schaadt het niet. En wat kost een potje zalf nou? 45.000 euro? Nou, ik dacht het niet doen. Een stelletje kokosnoten. Wat lokale bevolking, mensen die bereid zijn om de kokosnoten uit de kokospalm te halen. Zeker dat ze de kokosnoten oprapen als ze gevallen zijn. En dan een beetje vermalen, dingen. Dan heb je een partij van die kokosnotenmeuk, man. Maar dat deed hij niet, dat deed hij niet aan. En dat eczeem ging niet weg, hè. Oh, 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 oh. Ja, en met zijn lichaamsgewicht, ja, hij is 1,90 meter. Dus, ja, dan mag je wat meer wegen dan iemand zoals ik, want ik ben 1,80 meter. Dus hij zou in principe zou met 10% meer gewicht moeten hebben. 20% of zo. Want dan heb je het over 72 kilo. Ja, hij is dat tegen de 100. Ja, die heeft dus nu een bacterie in zijn knieën. En die bacterie is resistent tegen antibiotica. Dat is een multiresistente bacterie. Hij zit nou in het UMC. In Utrecht. En ze proberen van alles uit, maar die bacterie die bevindt zich in Disney World Parijs. Zijn knieën waren overbelast, dat kan niet anders. Ja, heb je een verzwakt stuk van je lichaam en dan staat zo'n bacterie, die inflammatie, dat is een mooi woord. Krijg een ontsteking.
En die is doorgeslagen naar de rest van zijn lichaam. Het zit momenteel ook in zijn nieren. En in zijn lever. Noem de rest maar op. Voor hetzelfde geld zit die bacterie al in zijn kop. Moet ik daarvoor betalen? Waarom? Zijn vrouw is helemaal over de zeik. Ja, dat snap ik ook wel. Ja. Ja, hij kon niet meer lopen, neem ik aan. Dat was het probleem. Maar daar is meer aan de hand. En dan gaan ze hem behandelen met allemaal slangetjes. En hij heeft al gevraagd of gezegd van ja, de kansen op verbetering die zijn klein. Dus of hij gaat dood, of hij blijft in leven, maar dan zit hij voor eeuwig aan de slangetjes. Met een niet functionerende nieren en ja. Laat die man gewoon laten liggen. En ik begrijp heel goed hoor, dat mensen in zo'n situatie ervoor kiezen om dan aandacht te krijgen. En op een kamer en allemaal slangetjes en zo'n verpleger die langskomt. En die kijkt op de kaart van, we gaan weer even temperaturen. Maar dat is in jouw keus. Maar dit hele gebeuren voor die persoon in kwestie, dat wordt betaald vanuit de algemene middelen. Zonder aandacht voor de situatie. We wachten tot het kalf verdronken is en dan gaan we het kalf reanimeren. Want er is ergens iets fout gegaan. Je wordt niet zomaar zo dik. Dat kan niet. Nee, het is een belachelijke diefstal. En een belachelijk product wat ze verkopen. Afdwingen. Het protectiegeld moet ik betalen. Ik moet €110 per maand protectiegeld betalen. Protectie voor wat? Ik heb een oogafwijking en ik heb super dure brillen nodig. Maar daar ben ik heel zuinig op. Ik betaal per jaar voor brillen. Ik heb twee brillen, dat is bij elkaar, zeg maar €2000. Maar die heb ik ook al meer dan 10 jaar. Dus dat is €200 per jaar, gedeeld door 12 maanden, dat is €8 per maand. Nee, €16 per maand. Nou. En zolang mijn bril het nog goed doet, en dat doet hij prima, by the way. Dus de maandelijkse kosten, die zijn vet aan het dalen. Ja. Dingen als contactlenzen, dat doe ik helemaal niet meer aan. Gezeur. Het is gemeen hoor. Naar gezonde mensen toe. Die persoon in kwestie die heeft die er nou in het UMC ligt. Die heeft keuzes gemaakt die contrair waren op zijn lichaam. Maar anders was het niet gebeurd. En die persoon in kwestie, die rookt niet. Ja. Niet roken en wel eten.
Hij zei ook nog een keer tegen mij van ja, voor mij begint de dag dat ik 's morgens een bruine boterham eet met oude kaas en roomboter. Ja, een bruine boterham met roomboter en een oude kaas erop. En een grote mok met thee. En dan begon zijn dag. Ja, misschien had hij beter de dag kunnen beginnen met een vodka. En een sigaartje. Ja, maar van wodka krijg je longkanker. Nee, van wodka krijg je geen longkanker. Dat is niet waar. Ja, nee, maar ik bedoel van sigaren roken. Ja, natuurlijk, ja. Dat is helemaal niet waar. Je krijgt helemaal geen kanker van roken. Roken is supergevaarlijk, omdat het... Ja, het is verslavend en lalala. Maar als jij je roken onder bedwang hebt, dat is aan de hand, hè. Je leeft in een stad met al dat fijnstof en die chemtrails die over de lucht lekker al dat barium en aluminium. En, ja, die rotzooi moet eruit gehoest worden, man. Ja, ga dan klote shack roken. Wat kost een pakje shack nou? Schandalig duur qua, als je kwaliteitscheck wil roken, maar dat maakt op zich niet uit. Dan koop je tegenwoordig van die L&M shack. 6 euro per pakje voor 3,5 gram of zo. Ja, is nog steeds heel duur. Dan moet je ook van hoesten. Ja, maar van het hoesten krijg je longkanker. Nee, homo. Juist van hoesten krijg je geen longkanker. Van een opgehouden hoest. Dat is gevaarlijk. Ze zouden eerlijk moeten zijn. Maar dat zijn ze niet. Die lui dan, die zo goed voor ons zorgen. Onder leiding van Mark Rutte. Die helemaal de baas niet is. Maar wij noemen hem de baas. En zo dadelijk gaat mijn verplichte bijdrage aan het vermoorden van mensen en het mishandelen van mensen. Die gaat naar de 130 euro per maand. Net zolang totdat ik in de uitkeringssituatie terechtkom en dan krijg ik alleen nog maar geld. Kijk, daar zie ik naar uit. En eindelijk gaan die idioten, die mafketels, mij verzorgen. En nee, ik hoef geen injecties spuiten, geen amputaties, ook geen penisamputatie, helemaal geen behoefte aan. Geen hormoonkuur, nee, ga lekker erop. Oogoperaties, nee, sodemieter weg. Helemaal niks. Doe mij maar geld. Om naar de kroeg te gaan en cadeautjes te kopen. Dan geef ik Henk, waarmee ik graag schaak. Die geef ik als cadeau aan Jägermeister. Dan gaan we een potje schaken. Van jullie geld. Ik heb het verdiend. Zoiets van 70.000 euro heb ik in de grote pot gestort. Nou, ik leef geen 70 jaar meer. Laten we zeggen dat ik nog 10 jaar leef. Ja. Nou, kijk. Dus, dan word ik 69. Ben ik reuze blij mee. Nou, 70.000 gedeeld door 10 is 7.000. Per jaar. Nou, dan gedeeld door 12. Nou, gedeeld door 10 is 700 in de maand. En dan moet nog een stukje vanaf. Nou, zeggen we 650 euro in de maand. Nou, kom maar op. Ik doe het ervoor. Mijn huur is iets van 350. Zo. Kan ik nog een kamerbewoner nemen? Dan heb ik voldoende. Ik blijf wel in leven. En dan hoef ik geen dag meer te werken. Dan kom ik terug met die poen. Ja, maar die poen die jij gestort hebt, die is besteed aan het vermoorden van burgers. En dat geld is op. Oké. Voornamen en achternamen van degene die mijn geld gebruikt hebben om burgers te vermoorden.
CQ te verminderen. Wist je dat van de mensen die naar het ziekenhuis gaan, dat slechts 20% effectief geholpen kan worden? En de rest is pappen en nat houden, meestal met uiteindelijk de dood ten gevolge. Ja, zucht, of niet? Ja, het is niet mijn schuld, snap je? Ik heb er niks mee te maken. Ik krijg nog geld terug van jullie, die mij via het stemmen op Mark Rutte verplichten om elke maand €110 over te maken aan de algemene pot, zodat er weer mensen getormenteerd kunnen worden. Dat is geen Nederlands volgens mij. Gemarteld, moet ik zeggen. Ja, maar Piggy, als jij nou voor de bus loopt, wat moeten we dan met jou? Ik zou het niet weten. Is die kans groot? Serieus? Nou, tegen de tijd dat ik dan helemaal met gebroken botten en een halve schedel... dan moet je me wel even niet op straat laten liggen, want het ziet er niet leuk uit voor de kinderen, hè? Dus Perry Winkel is voor de bus gelopen. En zo'n buswiel eroverheen. En zijn ruggenmerg helemaal verpletterd. En zo. Ja, je moet me niet laten liggen. Even opruimen. Dat lijkt mij. Ja, maar als je nog leeft, wat moeten we doen? En dat weet ik niet. Het ligt er een beetje aan hoeveel botten er gebroken zijn. En als mijn schedel echt kapot is. En ik kan alleen maar... Ja, dan weet ik het ook niet meer hoor. Kijk, en wat kost nou een shot morfine? Dus flikker op, man. Ik hou niet van medelijden in het algemeen, maar vooral niet van medelijden met mij. Waarom? Ik ben geboren in een maatschappij der idioten die geregeerd wordt door sodomieten. Gomorra. Dat zijn de idioten. En die worden geregeerd door sodomieten. Ja, wat doe ik hier? Ben ik blij? Helemaal niet. Ik ben totally pissed off. Ik weet niet of ik een gesprek krijg met God, hè? Als ik aan de andere kant van, in jullie mening dan, hè? Aan de andere kant van de heg lig, hè? Als ik dan een gesprek krijg met God... I'll be back. Ik ga tegen God zeggen van... beste God, jongen, klootzak... al het best wat je doet... ik heb respect voor het werk van God. Namelijk. Hè? Allemaal best wat je doet... maar goed gaat het niet. Heel de God, maar wat moet ik eraan doen? Want ik heb alleen maar van die grote wapens... zoals een zondvloed... en vuur en zwavel... moet ik dat opnieuw gaan doen dan? Ja, kijk, God is slimmer dan ik, hè? Ze zeggen, ja, misschien. Of je stuurt mij terug. En dan wil ik zo'n tatoeage. In het Engels. Vengeance mine. Dan ben ik jouw wreker. Dan ga ik die klojo's wel een beetje respect afdwingen voor jouw creatie. Dan hebben we eindelijk een antichrist die je wel kan vertrouwen.
Nee, mensen zijn een stelletje papzooi. En dat loopt dan een beetje met z'n allen in de gezamenlijke pot te storten, zodat mensen penis kunnen laten, hun penis kunnen laten amputeren. Voor bijna voor helemaal niks, ze hoeven alleen maar een buskaart te betalen. En nee, hop, de penis eraf. Oh, wat zijn we blij. Oh, 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 oh. En dat besef onder mensen helemaal niet. Helemaal niet. Iedereen hunkert naar een diagnose. Ik wil weten wat ik mankeer. Wat ik mankeer iets. Ja, gaat dat niet. Mijn moeder zit 's morgens bij het ontbijt, want ik heb een tijdje bij haar moeten wonen. Toen was ik ook al in de 50. 52, 53 zo. Dus daar heb ik haar bezig gezien. Ja, bij het ontbijt zit ze al aan de pillen. En bij de lunch zit ze aan de pillen. Bij het avondeten zit ze aan de pillen. En ik denk, maar dat weet ik dus niet, maar ik vermoed dat ze vlak voordat ze gaat slapen, dat ze weer een pil neemt. Ja. Als je wil weten waar ik het over heb, dan moet je kijken naar die film. Dat is voor Joodse mensen. Dat weet ik zeker. Even kijken, ik heb hier die... Dat is een leuke film, die moet je opzoeken. Ik wil je even bekijken. Ik heb dit niet voorbereid, hè. Waar zijn die regisseurs? Oh! Dat is die regisseur van Pi. Dat is ook een leuke film. Dat is ook een Joodse film, by the way. Ja, hij is dus Jood, hè. Zijn naam is Darren Aronofsky. En het is gebaseerd op het boek van een schrijver en die heet Hubert Selby Jr. En dat boek is Last Exit to Brooklyn. Brooklyn, by the way, dat stamt af van Breukelen. Een stad bij Utrecht. Nou, die film die heet Requiem for a Dream. En een requiem, dat is een grafschrift. Daar zie je het drugsgebruik. Van die moeder. Ja, het is precies mijn moeder. Ja, niet zoals zij, maar... Hè. Maar je snapt hem wel, denk ik, als je die film kijkt. Oh, trouwens, in die film zitten goede seksscènes. Je krijgt ook nog tieten te zien. Dat is ook toch wel leuk. Voor jou als man dan. Of voor als jij lesbienne bent, of... Nudist of zo. De tieten krijg je te zien. En ook nog mooie anale seks. Geen respect voor drugsgebruikers. En ik moet 110 euro in de maand betalen voor het drugsgebruik van mijn moeder. Geen respect. Het is jammer. Het is jammer. Het is jammer. Ja. Maar helaas. Geen respect. Ik gebruik toch ook geen drugs? Ja, ik rook tabak. Alle goedkoopste rotzooi die in de maat te krijgen is. En ik drink bier.
Dat is het allergoedkoopste kutbier wat je maar kan kopen. En ik kan nog steeds lopen, de trap op en de trap omlaag. En de dus. Ik weet zelfs de weg nog naar Heer Hugo Waard. Dus ik heb wel helemaal geen Korsakoff of zo. Ik weet niet wat. Ik heb ergens iets geweldigs gedaan. Ik heb minder wijven geneukt dan de meeste mannen in mijn omgeving. En ik bleef voor altijd af. Ik bleef altijd af van vrouwen die een vaste relatie hadden. Ik bleef ook af van vrouwen die wild gingen. Nee, ik heb geen vaste vriend. Ik doe het op donderdag met Karel. En vrijdag met Jono. En ja, zaterdag, soms niet altijd hoor. Soms wil ik zaterdag gewoon alleen zijn. En dan op zondag, dan komt Hendrik langs. En ik dacht, ik heb de maandag nog vrij. En zou jij dan de maandag langs willen komen? Nou, dat deed ik niet. En misschien is dat het. Oh, geen seks buiten het huwelijk. Misschien. En toen ik 6 was, begon ik met lezen. Uit eigen beweging. En toen ik 12 was, toen ging ik Bijbel lezen. En toen kwam de boel in een stroomversnelling. En misschien is dat het. Veel. Of het was het roken. Dat kan natuurlijk ook, hè. Dat ik mezelf gezond gerookt heb. En ik heb geoefend in koken. Ja, dingen als afwassen, ramen lappen, met de werker omgaan. Dat heb ik ook gedaan. Oh ja, dansen. Oh, misschien was dat het. Muziek. Misschien was dat het. Ja, ik geef maar wat aanwijzingen hoor. Ik wil je niet aanzetten tot het gaan roken van David en Goliath check. Die ook best goedkoop is hoor. Bij Wilke Tabak of zo. Ja, Joodse check. Ja, David en Goliath. Ja, ik maak geen grapje. En Requiem voor a Dream. A Requiem for a Dream. Dat is ook Joods. Christus was ook een Jood. Misschien heb ik minder last van emoties. Zou kunnen. Niet zo snel teleurgesteld. Want ik verwacht helemaal niks van de wereld. Ik verwachtte met dubbel T. Toch? In het verleden, ik verwachtte. Nee, ik denk niet goed. Ik denk met 1 T. Ik verwachtte meer van de wereld. Moet je niet doen. Niet zoveel als ik. Je moet helemaal niks verwachten van de wereld. Mensen zijn hooguit net zulke eikels, klootzakken, trutholo's, trino's. Heb je nog meer scheldwoorden? Als jij. Hooguit. Helemaal niks verwachten van je omgeving. En hou je poen bij jezelf. En schiet Mark Rutte voor zijn kop. Niet letterlijk, dat bedoel ik niet. Dat is maatschappelijk incorrect. Een regelrechte overtreding van het 60 gebod of zo. Van Mozes. Gij zult niet doden.
Mozes heeft gezegd, gij zult niet moorden. Maar tegenwoordig is dat dan met het christendom, zijn we allemaal een beetje pussy geworden. Als je niet mag moorden, dan mag je ook niet doden. Als je even voelt, hè, waar dit taalkundig over gaat. Ja, ik zou zeggen, gij zult niet moorden. Dat is dan het zesde gebod. Ik kan nu even de 10 geboden erbij pakken, maar dat doe ik niet. Maar zoveelste geboden. Maar dat stond in het Hebreeuws. Want het is Hebreeuws, hè? Mozes, dat was Hebreeuws. Daar stond, gij zult niet moorden. Nou, Mark Rutte kan je niet vermoorden. Dat is niet mogelijk. Je kan Mark Rutte niet vermoorden. Die kan je doden. Maar niet vermoorden. Snap je me nog? Mij kan je vermoorden. Mijn tweede kind is vermoord. Dat is abortus. Dat is moord. Dat is een onschuldig mens. Is gedood. Een onschuldig mens wordt gedood. En dat is moord. Dat is precies het verschil tussen doden en moorden. Maar Mark Rutte, is die onschuldig? Sinds wanneer? In jouw vieze, vuile, pornografische wetboek. Onthoofden is ook goed. Maar Mark Rutte moet dood in de ogen der mensen. Dus ik schakel even aan bij al die moderne, zachtgevoelige pussy-christenen. We laten Mark Rutte lekker in leven, maar in onze ogen is die dood geschoten en onthoofd. En dan hoeft niemand meer verplicht elke maand €110 te betalen voor het zichzelf in leven houden. Dat hij niet nodig heeft, zodat we met dat geld andere mensen, zoals de moeder van Perry Winkle, dagelijks 4 keer per dag kunnen voorzien van chemicaliën. Want die moeder van Perry is verslaafd aan die chemicaliën. En dat wordt allemaal betaald vanuit de algemene middelen. En Mark Rutte lacht zich helemaal 3 keer in de rondte. Ha 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 ha. Hey, het is tijd om over te schakelen naar het Duits. Dus op zijn Duits, dat ga ik even zeggen, op zijn Hamburgse. Tjus. En dag lieverds. En blijf een leven.